Er komen nu toch wel wat dikke wolken boven. Ja, maar er komt geen regen vandaag, zeggen ze. Oh. Zeggen nou, de wolken zeggen iets anders, denk ik. Misschien voor de zekerheid. Nou. Beetje niet opgevoede, driftige kinderen. Zo, Ineke, wat hebben we allemaal in het karretje? Nou, we hebben toch al theeglazen, doos voor de kaas in de koelkast, nanotape voor de blokken, dat je niet terug schuift. Ja, en anti-slip. Dan ga ik even naar het hakfestijn lopen. Maar ja, dat is de andere kant van het kanaal, dus dat scheelt wel. We gaan een stukje wandelen, we gaan naar Oorschot. Want we zijn... In Nederland. Ja, sinds 30 mei dus. Gisteren, voor deze opnames zijn op vrijdag 31 mei. Ja, maar ik heb nog niet echt het idee dat we in Nederland zijn. Misschien omdat het weer een beetje hetzelfde is als in Frankrijk. Ja. Daar was het ook niet heel best. Veel regen gehad. Ja, maar nu is het toch redelijk. Ja, nu is het redelijk. Gisteren was het ook al redelijk. Er komen nu toch wel wat dikke wolken boven. Ja, maar er komt geen regen vandaag, zeggen ze. Oh. Zeggen ze. De wolken zeggen iets anders, denk ik. Misschien voor de zekerheid stoeltje een parapluutje binnen meenemen. Want het ziet er... Kijk, het wordt alweer donker. Ja. Tasje bij me voor de... Ja, dus we gaan Oorschot in. Ja. Boodschappen doen. Ja, nou wat ik zeker ga kopen is hagelslag voor een brood. Hagelslag. Ik ben de jam wel een beetje zat. Oké. Even kijken. Dicht. Nou, we kunnen. Oké. Moeten we nog een pluim meenemen? Ja, laten we maar even doen. Nou, we hebben geluid gecheckt, want het ging niet helemaal goed. Dus... De loopfietsbrug hebben we gemist. Dat doen we straks nog wel over. Naar het centrum, die kant op. Dus we doen een wandelingetje naar het centrum van Oorschot. En als het goed is gaan we de goede kant op naar het centrum. Pijnt me wel. Ja, komt wel goed. We hebben altijd nog Google Maps. Zo, die staat ruim geparkeerd. Bij de Action ACTion. Nou. Beetje niet opgevoede, driftige kinderen. Of nog te opvoeding driftige kinderen, kan ook natuurlijk. Oké. Dan gaan we even kijken. Dan zijn we min of meer in het centrum van Oorschot. Leuke oude huizen. Leuke oude huizen, ja. Dit is een soort met een hofje met een kerk in het midden. Oh, het Vrijthof. Nou, dat is even leuk. Dat is in Maastricht ook. Hier in het Klein, denk ik. Hier in het Klein, het Vrijthof. Hotel De Kroon. Ik heb nog gewerkt in restaurant De Kroon. En dit is café Het Vrijthof. Het is echt een café. Er komt een auto van achteren. Niet. Hier uw winkel of horeca concept. Vestigen. Ik heb niet het idee dat Hotel De Kroon nou echt een hotel is, maar meer een bejaardenhuis of iets dergelijks. Nou, hier maar koffie drinken. Vaderdag 16 juni. Is dat alweer zover dan? Nou, kunt u hier wel gezellig uitzien. Ja? Jij niet? Hier of daar? Maakt of is het allebei hetzelfde? Nou, we gaan hier een kopje koffie drinken. Mooie kerk. Zo, koffie is op. Oh. Brood gekocht. Brood gekocht. Wat heb je nog meer gekocht? Krentenbollen, bruine. Ja, en dat andere? Gebakjes. Gebakjes. Oeh, voorbij de koffie vanavond. Ja. Lekker hoor. We gaan nu nog naar de slager. Ja. Gaan we broodbeleg halen. Ja. En dan lopen we zo langzamerhand weer terug naar de camper. Het weer is heerlijk. Het weer is goed, ja. Het zonnetje schijnt. Hé, museum.
De Dekanijstraat. Even kijken. Hier linksaf. En daar liepen we er zo tegenaan. Oké, tot later. Oh nee, dat zou ik niet meer zeggen. Oh, mooie kar, man. Zo, gaan we weer. Twee dagjes of nachtjes op in Oorschot gestaan. Gisteren naar het centrum geweest. En nu gaan we weer. We gaan nog even lozen. En dan gaan we naar De Wit in Schijndel. En daarna naar Hilvarenbeek. Nogmaals, goedemorgen. Yep. We maken nog even een tussenstop bij De Wit in Schijndel. Ja. Wat kleine dingetjes kopen. Ja. Voor we naar Hilvarenbeek gaan. Ook een camperplaats. Ook aan het Wilhelmina-kanaal. En dan gaan we morgen op de fiets naar Tilburg. Ja. Even bij Martijn langs. Yep. Nou, het weer is niet al te best. Het is niet echt koud, maar... grauw. Het is een beetje depressief weer. Nou, laten we het daar maar bij houden. Ja. Ja, één, daar zijn we weer bij De Wit. Ja, een tijd geleden. Ja, dat is er even geleden. We hebben hier toen op een camperplaats in ja, de daar gezet. Achter. Ja, de landing. De landing, ja. Even oversteken. Gaan we eens kijken wat we... misschien gaan we de winkel wel overnemen. Maar goed, we gaan even kijken wat we nodig hebben. Het is niet veel, maar we willen iets gebruiken nog. In ieder geval de toiletcassette vloeistof. Ja, dat misschien moeten we een mooie sowieso tent. Nee, schat. Nee, niet? Nee. Dan gaan we verkopen de camper, gaan we met de tenten. Ja, liever niet. Nee, hè? Oké, we gaan boodschappen doen bij De Wit in Schijndel. Zo, Ineke, wat hebben we allemaal in het karretje? Nou, we hebben toch al theeglazen, doos voor de kaas in de koelkast, nanotape en voor de blokken, dat je niet terug schuift. Ja, en anti-slip. Anti-slip. Ja, het is overweldigend hier in die winkel. Ja, oh, daar moeten we rechtdoor links. Rechtdoor links. Rechtdoor links. Het volgende pad maar is vrij. Deze is niet vrij. En dan gaan we naar de toiletcassette vloeistof. En ik loop op de Solbio af. Die moeten we hebben. Gaan we eens even kijken. Ja, dan zijn we op de fietsweg richting Tilburg. Ja, het is 16 graden, dus best fris. Ja. Eigenlijk. Toch? Zeker, ja. Ja. Zeker tijdens het fietsen. Ja, maar het is een mooi fietspad. Ja, we gaan even verder fietsen. Ja. Dan gaan we even kijken of onze zoon thuis is. Nou, die is thuis, en dat weten we best wel. Anders waren we er niet naartoe gegaan natuurlijk. En dan moeten we een stukje Tilburg door. Vamos. Oh nee, on y va. Oh nee, we gaan. We gaan. Let's go. Oh nee, let's ook go. Niet. Ook niet. Ik ben Ineke kwijt. Waar is Ineke? Nee, ik ben achter je. Oh, daar. Ja, hallo. Ja. Maar ja, dit scheelt in Nederland wel fietspaden. Ja, dan heb je goede fietspaden, ja. Ja. Dat scheelt inderdaad. En we komen weinig mensen met een fietshelm tegen. Ja, alleen de wielrenners. Ja, maar niet de... Nee, niet de gewone fietsers. Daarom zeggen die wielrenners ons ook gedag, omdat we een helm op hebben. Ja, omdat we net zo verstandig zijn. Ja. En we fietsen langs het Wilhelmina-kanaal. Ja. We zijn net langs de Beekse Bergen, het safaripark. Ja, we staan notabene naast de Beekse Bergen. Dat wisten we nog niet eens. Mijn topografie is dus schijnbaar niet zo heel erg goed. Nou ja, schijnbaar. Het is gewoon niet goed.
Maar ja, we gaan nog een stukje fietsen. We hebben nog 22 minuten, 6,8 kilometer. We moeten naar Tilburg Oud-Noord. Ja. Daar woont onze zoon. De wijngaard. En ja, dat wordt nog een stukje fietsen dus. Nou, dan staan we in Tilburg. Bij het centraal station. Ja, kruisstation. In Tilburg. Ziet er mooi uit. Achter ons. Ja. We moeten nog een paar kilometer naar elkaar. Ja, nog een minuut of 10. Zoiets. Oké. En we hebben hem net verwittigd dat we eraan komen. Ja. Dus het is nog steeds niet erg zonnig. Nee. Zou het wel worden. Ja, een beetje frisjes door de wind. Ja, terugweg hebben we daar minder last van, omdat we daar wind mee hebben, ja, denk ik. Maar is de wind weer gedraaid waarschijnlijk. Zou je net zien. Zou je net zien. Oké, dan gaan we maar verder. Ja. Ja, hij wordt er niet beter van met zijn fietshelm op. Maar we zijn weer terug op de campingplaats. Ja, 22,6 kilometer gefietst. Oké. Was gezellig, even een beetje lekker fietsen. Ja. Mooie fietspaden. En dan hebben we aan de ene kant in het weiland, maar dat kan je hier vandaan niet zien. Nee, motocross of zo? Nee, ganzen. Oh, ganzen. En als we omdraaien, is weer de... is weer het hakfestijn. En helemaal links op de achtergrond hoor je misschien motocross. Ja, ik hoor geen muziek dit keer. Jawel, maar niet zo heel hard. De wind staat gunstig. Oh ja. Daar is het bij dat gele... Ik zal er even naartoe lopen. Is het hakfestijn. Dan ga ik even naar het hakfestijn lopen. Maar dat is aan de andere kant van het kanaal, dus dat scheelt wel. En misschien is het... zijn ze het een beetje zat? Zijn ze moe van 2 dagen hakken? Intens. 1, 2, 3. Daar aan de overkant is muziek. Nou ja, muziek. Daar komt een mooie boot voorbij. En daar echter is motocross. Maar het Wilhelmina-kanaal is wel een leuk plekje. Die kant op. En dat is richting Tilburg. Dus kijk, daar heb ik Ineke ook. Ja. Maar het zonnetje prikt er nu wel een beetje door. Het zonnetje prikt er door, dus we kunnen buiten zitten. Dat gaan we niet doen. Nee, we gaan de fiets opruimen. We gaan de fiets opruimen. En dan mogen we weer wat voor onszelf doen. Hebben we vrij? Ja, een keuzeuur. Keuzeuur. Oké. En dan gaan we weer naar 2 dagjes op deze camperplaats in heel Paardenbeek. Dan gaan ze naar Martijn geweest op de fiets. Goed te doen. 40 minuutjes fietsen. En nu gaan we naar Lelystad. Gaan we op Rocky passen vanmiddag en met hem naar tennisles. Nou, hoe leuk is dat? Hey, de geit afslag nagelen. Daar zijn we gisteren aangekomen. Kijk, musjes. Nog een jong meisje, een jong beestje. Meisje, jonge dame. Met vaders. De geit, kippen, campers. En mevrouw. En mevrouw Zwikker. Waar gaan we naartoe? Waar moeten we naartoe? We moeten naar Almere Haven. Naar Kannenburg. Voor de campers en caravans. Voor de Luifel. De schouw. Dus met andere woorden, de schade wordt opgenomen. En dan wordt er een datum afgesproken wanneer die... of gerepareerd of gemaakt gaat worden. Ja. En we moeten even boodschappen doen. Boodschappen doen. Koelkast is leeg.
Echo. Gas tanken. Ja, diesel tanken misschien. En dan komen we hier weer terug op afslag Nagelen. Dan blijven we een paar dagen. Even uitrusten van de zware reis. Nee, we de klusjes in de camper even wat schoonmaken, garage. We hebben wat op ons lijstje staan wat nog schoongemaakt moet worden. Ja, moeten we ook nog doen. Bestekbak, koelkast, oven. Max fan. Ja. Dat staat allemaal op het programma voor vandaag. Nou, let's go. En de komende week. En dan zien we daarna wel weer. Oh, ik zal even een boomstam pakken. Zo, terwijl ik bezig ben met sociale media, zit Ineke te haken. En Ineke, wat ben je aan het haken? Nou, een deken. Met allemaal banen. Ik ben nu met de laatste baan bezig. Dat is een baanbrekende deken? Ja. Kijk, dit zijn allemaal banen. Ja. Dat heb ik eerst gehaakt en nu ben ik ze aan elkaar aan het haken en dit is de laatste. En dan moet er nog een rand omheen. En hoe heet deze deken? Droomdeken 7. En, is die te koop straks? Ja, zeker. Voor hoeveel, Ineke? Ik denk 49,95. Ja, dan heb ik in ieder geval mijn materiaalkosten eruit. En dan staat die op de website De Haakboutique onder ons plakbandpensioen. Ja, www.plakbandpensioen.nl. En dan de tab. En tab, Haakboutique. De Haakboutique. Dus. Oké, als die af is, staat die daar. Maar mensen kunnen waarschijnlijk nu gewoon al kijken natuurlijk. Zeker wel. Want er staat dan het een en ander op. Ja. En ja, laat eens wat weten over wat ze ervan vinden natuurlijk. Ja. Dat zouden we altijd leuk vinden. Zeker, zou ik zeker leuk vinden. Een mailtje naar ineke@plakbandpensioen.nl is voldoende. Of een reactieformulier op de website. Ja, kan dat ook. Ja. Oké, dankjewel voor de uitleg. Zeker.